Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met een bijzondere gast. En dat is de directeur van de AFRI, Erik de Vries. Erik, van harte welkom. Dankjewel. AFRI ligt flink onder vuur, is dat terecht? Ik denk wat speelt is dat mensen schrikken van de tarieven. En dat is iets wat de gemeenteraden bepalen. Ja, en de AFRI is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten. Ja. Dus eigenlijk is de AFRI van de gemeente, zo moet je het maar zien. De AFRI is van de gemeente en de medewerkers van ons zijn ook van de gemeente. Mm-hmm. En AFRI heeft medewerkers in dienst die het vuilnis gewoon dagelijks ophalen. De vuilnismannen van AFRI. Ja, en dat zijn niet degenen die het beleid bepalen. Maar een gigantische stijging van die tarieven. Ja. Maar helemaal snappen doe ik niet. Kun je dat nou eens in normale mensentaal uitleggen hoe het zit? Ik kan het wel uitleggen namens de gemeentes die dit besloten hebben. De gemeenten hebben besloten om over te gaan tot een nieuw afvalbeleid per 2019. Want wat de gemeenteraden graag willen is dat de hoeveelheid restafval echt fors naar beneden gaat. Want het verbranden van restafval en de verspilling van grondstoffen, dat is slecht voor de aarde. Dat zorgt onder andere voor een enorme opwarming van de aarde. Dus de hoeveelheid restafval moet naar beneden. Waar ze voor hebben gekozen is voor een systeem om het restafval in het volg weg te gaan brengen naar een ondergrondse container. Dat vinden mensen helemaal niet leuk. En daarom gaan mensen gewoon automatisch beter scheiden. Want de grondstoffen, zoals papier en plastic, die halen we wel thuis op. Nou, dat is het systeem waar de gemeentes voor hebben gekozen. Tiel niet, hè? En volgens mij Westmaas en Waalo ook. Nee, en dat is natuurlijk een van de lastige dingen. In het verleden hebben de gemeenteraden gezamenlijk bepaald dat we een uniform beleid hebben hier in regio Rivierenland. En dat wil zeggen dat ook dat je gezamenlijk bepaalt wat het beleid is. Het kan dus wel een keer voorkomen dat niet iedereen het met elkaar eens is. En dan bepaalt de meerderheid van stemmen. Zo hebben ze dat zelf vroeger besloten. En wat je nu ziet is, er zijn twee gemeentes die liever een andere beleidskeuze hadden gemaakt. Ja, en voor hen is het zuur dat er toch een beleid komt wat zij liever niet hadden gewild. Maar goed, die tariefstelling. Ja. Een percentage wat gigantisch stijgt. Althans, zo komt het over. Ja. Zonder zeg maar pro-AFRI te praten, hoe zit het nou in elkaar? Nou ja, feitelijk gaan mensen nou daadwerkelijk meer betalen? Ja, ze gaan iets meer betalen. Het gemiddelde huishouden gaat er ongeveer 5 euro meer betalen komend jaar. Omdat we gewoon met een flink aantal stijgingen te maken hebben. Onder andere de papierprijs die daalt. Dus we hebben minder inkomsten op papier. We hebben nog een belastingverhoging van het Rijk te verwerken. Zeg maar, op de verbranding van restafval. Dus we hebben een aantal verhogingen. Uiteindelijk is dat niet eens zo heel veel. Maar wat je ziet is dat het nieuwe beleid gaat zorgen voor echt een daling van het aantal aanbiedingen van restafval. Dus het aantal keer dat je straks met je zakje naar de ondergrond gaat, of het aantal keer dat je de minicontainer nog aan de weg zet, dat gaat echt fors dalen. Nou, wij hebben als inkomsten, tegenover de uitgaven van alle kosten voor die afvalinzameling, hebben we als inkomsten een basistarief en daarbovenop een variabel tarief. En dat variabel tarief is afhankelijk van de mate waarin je goed scheidt. Nou, als je straks ziet dat het aantal mensen echt beter gaat scheiden, dan neemt het aantal aanbiedingen af en dus onze inkomsten nemen af. Ja, logisch. Ja. Dus om dat gat te dekken kun je twee dingen doen. Of je maakt het basistarief gewoon duurder en dan heb je nog steeds evenveel inkomsten. Of je maakt die variabele tarieven hoger, waardoor je op die manier zeg maar, het gebrek aan inkomsten compenseert. Nou, de gemeenteraden die hebben ervoor gekozen om het basistarief gelijk te houden en het variabele tarief te verhogen. Omdat je op die manier, zo vinden zij, het goed scheiden beter beloont. Want anders krijg je een heel hoog basistarief en maakt het niet meer zo heel veel uit. Maar geef je nou niet het signaal af van goed scheiden, maar het wordt ook duurder. Dus mensen denken van, hé, we zijn goed bezig met het scheiden en toch wordt het een duurder verhaal. Heeft dat dus te maken met dat grondstoffen duurder worden en zo maar doen? Ja, dat staat even in die zin los van elkaar. Mm-hmm. Mensen die goed scheiden zijn namelijk echt een stuk goedkoper uit dan mensen die niet goed scheiden. Ja. Maar je hebt natuurlijk jaarlijks te maken met stijgende kosten, brandstofkosten, veranderingen in belastingen, etzovoort. En dat staat in principe los van de mate waarin je goed scheidt. Je hebt hier een mooi staartje meegebracht, hoe de kosten in 2010 eruit zagen tot en met nu. Ja. Vertel eens eventjes heel snel. Nou ja, dat is eigenlijk een plaatje waarmee ik het verhaal ondersteunt, zeg maar, wat ik net gaf. Ik weet niet of de kijkers thuis dit kunnen zien. Maar in 2010 hadden we nog een afvalstoffenheffing van 270 euro. Mm-hmm. De mensen bij AFRI hebben heel hard gewerkt, zeg maar, in de operatie en in de overhead om die kosten naar beneden te brengen. En die zijn echt flink gedaald tot 2015. De laatste jaren zijn ze weer iets gestegen, maar zitten we in 2018 op zo'n 199 euro. Dus nog fors lager wat dat betreft dan in 2010.
Ja, het basistarief was 136 euro in 2018 en het variabele tarief is gemiddeld, want we praten natuurlijk over een gemiddelde, 63 euro. En gezamenlijk kom je dan op die 199. Dat is op zich is dat een logisch verhaal. Ja. De AVRI, dat is dan samenwerkingsverband hier in de regio. Zo zijn er meer samenwerkingsverbanden van afvalverwerkers. Ja. Hoe doet die AVRI het ten opzichte van andere partijen? Ik kan zeggen goed, zeg maar. We worden landelijk wel als een van de voorbeelden gezien. En in 2015 zijn we ook nog uitgekozen als een van de beste overheidsorganisaties in Nederland. Zijn we finalist geworden naast het CBS en was de FIOD. Was dat over het totale pakket wat jullie leveren? Ja, was over het totale pakket wat we leveren. Want ze vonden het heel erg goed dat we zo'n enorme besparing hadden bereikt, zeg maar, in de operatie. Dat we ook met duurzaamheid zo goed bezig waren. We hebben de hele wagenpark hebben we vergroend. Bijvoorbeeld, maar ook bezig met zaken als een zonnepark bijvoorbeeld. En wat ze ook heel erg goed vonden was dat we zoveel aandacht hebben voor mensen met bijvoorbeeld een beperking op de arbeidsmarkt. En mensen die door hun beperking niet aan het werk kunnen komen, daarvoor zorgen wij dat ze wel aan het werk kunnen komen. Daar hebben we op dit moment zo'n, ik denk, 80 medewerkers met een beperking die we al van werk voorzien. En het laatste jaar zijn daar nog zo'n 15 man bijgekomen. Mensen uit de WW en de bijstand die we weer helpen te activeren met hun werk. Maar dan moet het jou heel erg pijn doen dat die AVRI zo onder vuur ligt. In Tiel is het negatieve sentiment niet van de lucht. Nee, dat is heel erg vervelend. Ik vind het vooral heel erg vervelend, zeg maar, voor onze medewerkers. De medewerkers op straat en nogmaals, de vuilnismannen die bepalen dit beleid niet. Dit gebeurt in de gemeenteraden. En de vuilnismannen die gewoon echt hun best doen om elke keer weer dat afval gewoon goed op te halen. Die krijgen op straat echt bewegingen van dit of de middelvinger. Ja, en dat gaat natuurlijk nergens over. Ik denk dat het heel goed is en ik ben ook blij dat ik even de kans krijg om uit te leggen hoe dat daadwerkelijk in elkaar steekt. Wij voeren uit en de gemeenteraden die bepalen het beleid. Als je het kijkt dat met de middelvinger en dit verhaal heeft natuurlijk ook te maken met bureau toezicht en handhaving. Er wordt streng gecontroleerd, strenger dan voorheen. Ja. Burgemeester Beenakker geeft het zelf ook al aan. Ja, het is natuurlijk niet leuk als je meemaakt dat je een boete krijgt. Nee, dat is nooit leuk. Dat is de standaard. Ja. Maar een veel gehoord verhaal is dat men willekeur toepast. Hoe zie jij dat? Of heb je die signalen wel eens binnengekregen? Die signalen ken ik eerder uit het verleden, zeg maar. Van hoe het vroeger wel eens aan toe ging dan nu. Die signalen ken ik niet. Ik zou het wel vervelend vinden als het ook daadwerkelijk zo zou zijn. Als dat zo is, wat moeten mensen dan doen? Ja, gewoon een klacht indienen. Want je mag van ons verwachten dat we mensen gelijk behandelen. Mm-hmm. En natuurlijk maken onze mensen wel eens fout, hè, want het is gewoon werk. Maar als je vindt dat er fout gemaakt wordt, kun je gewoon een klacht indienen. En die wordt serieus behandeld. En ik zou er ook mee naar de gemeenteraad gaan van Tiel. Want dat is voor onze feitelijke opdrachtgever. AVRI die is dynamisch. Dat geven jullie ook aan in jullie strategisch plan. Ja. En niet star bezig zijn, zullen we het zomaar omschrijven. Ja. Wat is die toekomstvisie voor de komende tijd? Want je hebt zelf al eens een keer aangegeven in een interview, volgens mij was dat in de Gelderlander, dat de manier van afval ophalen zoals het nu gaat, ook niet, zeg maar, iets is voor in de lange toekomst. Nee, de afvalinzameling die blijft eigenlijk veranderen. We hebben nu een hele lange periode gehad waarin het eigenlijk hetzelfde was. Toen in 2014 hebben we een soort financiële prikkel ingevoerd, hè, om mensen toch nog verder te verleiden om het afval beter te scheiden. Dat heeft enorm gewerkt. Bijna een halvering van de hoeveelheid restafval dankzij die financiële prikkel. Mm-hmm. Ja, en dat gaat natuurlijk hard, hè. Het Rijk wil naar een circulaire economie. Dus eigenlijk naar een economie waarin alle grondstoffen opnieuw worden hergebruikt en er geen restafval meer is. Ja, en dat is iets wat we eigenlijk over een jaar of 10, 15 al willen gaan bereiken als overheid. De Rijksoverheid wil dat en de gemeenten in deze regio die volgen die lijn echt. Die zijn er al toe overgegaan om in 2020 op 75 kilo te willen gaan zitten. Nou, ik denk dat we met het nieuwe beleid zelfs nog iets lager uitkomt. Dan heb je weer opnieuw een halvering. Ja, en om richting 2030 tot ongeveer 0 kilo te komen, ja, zul je nog meer stappen hebben in de toekomst. Dus het zal hard gaan. Oftewel, er is nog aardig wat werk te doen. Ja. Zowel gewoon in al die gemeentes, maar ook in communicatie. Daar begint het mee. Natuurlijk, want dat is natuurlijk een van de dingen die je ziet. Hè. Zo'n beeld over die tarieven. Dat geeft veel gedoe. Hè. De social media ontploft. Dus je moet ook altijd kijken. En niet alleen de social media. Nee, het staat ook in de kranten. En we zijn nu ook op tv. Dus dit krijgt heel veel aandacht.
En terecht staat natuurlijk ook heel dicht bij de inwoners. Dus dit vraagt ook wat van onze communicatie om dit goed uit te leggen, dit beleid namens de gemeenteraden die hierover beslissen. Ja, zit bijvoorbeeld, schiet me zo even te binnen. Hè. Hoe zit het dan met incontinentiemateriaal met ouderen? Ja. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Kun je daar nog iets over duiden als mensen daar meer van willen weten? Ja, nou ja, dat is iets wat de gemeenteraden, die zijn, zoals ik al zei, echt een voorstander van het verlagen van de hoeveelheid restafval. En die willen dat natuurlijk aan de andere kant ook zo prettig mogelijk maken voor hun inwoners. Ja, en ze zien natuurlijk nu dat jonge gezinnen gewoon soms enorm veel luiers hebben. En dat is logisch, dat kan ook niet anders. En ouderen krijgen dat probleem ook steeds meer. Ja, die willen toch kijken in hoeverre ze ook die groep kunnen helpen. Dus wij volgen namens de gemeenteraden de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld luiers. En zodra er mogelijkheden weer opnieuw ontstaan om dat luierafval in te zamelen, maar ook goed te verwerken. Ja, dan zullen gemeenteraden daartoe besluiten om ook dat te gaan realiseren. Oftewel, dynamische branche. Ik zou je graag binnenkort nog eens een keer willen uitnodigen. Dan gaan we nog dieper op zaken in. Ja. Mag ik jou sowieso danken voor je komst? Nou, graag gedaan. Bedankt voor de mogelijkheid die je hebt gegeven om nader uitleg te geven. Geen dank, zijn we voor. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.